Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo mijn lieve kijkers. Vandaag ga ik vegetarisch iets maken. Ik heb mijn uien kunnen vlok en peper, ga ik bakken. Dan hoef ik niet te lang bakken, dus gaat het branden, dat wil ik niet. Hij moet een beetje knapperig zijn. Deze hoeft niet goudbruin te zijn, weet je? Dus dat. Lieve kijkers, jullie hebben me altijd gevraagd in de vorige video, wanneer kook ik vegetarisch? Dus, bij deze, doe mijn best. Ik ben ook niet zo'n vleeseter. Snap je? Dus af en toe eet ik vlees. En af en toe eet ik wel een beetje vegetarisch hoor. En dan ga ik een beetje zeven kruiden erin zetten. Zo. Met alle kruidenmix. Niet veel hoor, een klein beetje. Zo. En een beetje kurkuma. Zo, deze. Een beetje curry, een theelepel. Niet veel gezet, zo. Zo. En ga ik een beetje spicy dit zetten. En een beetje grill sesam soy, dit. Ik ben niet man met veel kruiden te koken, weet je, dus dat. Dat is klaar. En dan ga ik mijn groentemix erin zetten. Dit is mijn groentemix. Heerlijk. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. En dan zet ik een beetje zwarte peper voor de smaak. Een beetje zout. En dat is het. Dan is het bijna klaar. Dan moet je koken. Een beetje laten flauwen, weet je, dus dat. En dan ga je dit met roti eten. Of met chapati eten. Of gevulde roti rol maken. Of met lekker witte rijst. Zoals dat. Een beetje op medium vuur zetten. Dat je een beetje door, een beetje klein beetje koopt. Dan is het lekker. Het is nog niet klaar, maar zo meteen. Ik heb expres geen deksel erover gedaan, omdat ik wil niet dat hij moet smelten. Hij moet knapperig zijn. Vandaar.
is de vis vegetarische. Groenten met broccoli en bloemkool en worteltjes. Adrak, bloemkool of broccoli. Lesen, piaat of mirchi. Masala is me hai, en namak, en kali mirch. En put nahi. Oké. Hij maakt een beetje doorkoken, een klein beetje, over 5 minuten dan is het klaar. Ja, lieve mensen, hij is lekker aan het kuttelen, een beetje op zakken vuur. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Dat is bijna klaar. Ja, lekker. Heerlijk hoor. Lekker groentemix. Lekker met witte rijst eten. Heerlijk. Vegetarisch. Ja. Zo kook ik mijn vegetarische dingen. Dan weet je dat ook, lieve mensen van me. Jullie hebben mij altijd gevraagd. Wanneer kook ik vegetarisch? Nou, bij deze en nog bij andere. Jullie hebben mij gevraagd wanneer ik jalebi kook. Die ga ik ook binnenkort doen. Maar nu niet. Maar chutney, anti-chutney hebben jullie mij gevraagd. En die heb ik al gekookt, die anti-chutney, weet je. Dus dan moeten jullie bij de volgende video's schrijven. En dan kunnen jullie dat zien. Snap je? Dus dat. Ik heb lekker aantje-chutney gemaakt. Maar ja, mango-chutney. Dus dat. Hij mag even nog pruttelen. Op zachte vuur. Dat komt helemaal goed. En nu denk ik dat hij klaar is. Dat ga ik nu mulder van, hoor, lieve mensen. Hij is helemaal klaar. Lekker. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En ik zou zeggen, subscriben, comments geven. En eet smakelijk. Tot de volgende video. Bye bye. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Agar aapko mera video pasand aaye, subscribe karna, like karna, comments dena aur notification button ko bhi daba dena taki naya video aapko mil sake. Phir milenge. Bye bye.